Dit is inderdaad het einde en het begin. Je ziet hier Zuiderzeewerken zover dat de afsluitdijk bijna dicht is. En je ziet de botter, de houten botter, zie je er nog door het gat van de afsluitdijk richting Noordzee varen. En eigenlijk is dat ook het afscheid. Zuiderzee verdwijnt, het wordt IJsselmeer. En de tijdperk van de houten botter verdwijnt ook. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een normaal kunstwerk. Maar als je beter kijkt, zie je dat het papierknipkunst is. Werken van Henk Kapitein worden sinds gisteren tentoongesteld in het provinciehuis. Nou, dat deze expositie er is en dat het werk van mij hangt, dat voelt geweldig. Ik kan het heel veel over vertellen, maar ook heel weinig. Ik voel gewoon heel goed. 3 jaar geleden werd Kapitein gevraagd voor een expositie over 100 jaar Zuiderzeewet. Daarom is de beeldend docent toen direct begonnen met nieuw werk binnen het thema. Want ik maakte wel heel veel werken over de sfeer op Urk en in de omgeving. Maar Zuiderzeewerken, ja, daar had ik eigenlijk nog nooit werk voor gemaakt. Dus het heeft me aan het denken gezet, heeft me geïnspireerd. En er hangen diverse werken die totaal alleen maar puur voor deze expositie gemaakt zijn. De organisator van exposities in het provinciehuis kwam Kapitein 3 jaar geleden eigenlijk per toeval tegen. In het oude raadhuis en daar zag ik de expositie van Henk Kapitein, knipkunst. En ik was buitengewoon verrast, want ik had geen idee dat knipkunst zo leefde en bestond op Urk of in Nederland. Ik kende alleen de Chinese en de Japanse knipkunst, had ik over gehoord. Het maakte veel indruk. En toen heb ik gevraagd aan Henk van, heb je zin om een keer te komen exposeren in het provinciehuis? En zo is dat gerealiseerd. De expositie is tot en met 9 april tijdens kantooruren te bezichtigen in het provinciehuis.